Hallo dames en heren, superleuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Miron en wij zijn nog steeds op Creta. Ik zit te wachten op de boys, want die zijn op dit moment ontbijt aan het halen. Daarna ga ik zelf even een ontbijtje halen. Ik heb zin in iets van kwark, dus dat ga ik even halen. En we krijgen een heerlijke koffie. En kijk eens wat een uitzicht weer. Zo fijn. Vooral die palmbomen hier vind ik echt super mooi. En we gaan vandaag echt iets superleuks doen. Hadden we dat gisteren al verteld? Volgens mij niet. Alleen dat we vroeg op moesten staan. Maar het valt op zich mee, want het is op dit moment 9 uur. Dat is 8 uur in Nederland trouwens, want het is hier een uurtje later. Maar we gaan straks duiken. Echt superleuk. Duiken weer met Philippe, die we vorig jaar ook hadden als duikinstructeur. En dat was echt superleuk. Dus ik ben heel erg benieuwd of we weer naar hetzelfde plekje gaan, omdat we ergens anders naartoe gaan. Dus we gaan eerst even snel ontbijten en daarna lekker duiken. Goedemorgen. 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 Lekker ontbijtje? Lekker appeltje. En? Apple a day? Keeps the doctor away. Precies. Waar is jouw appel? Mijn appel is al. Heerlijk. Hey. Wil jij sappie? Ja hoor. Lekker. Zo. Zo, wat heb je voor lekkers? Ik heb even goed uitgepakt. Ja? Ik heb een rijstpapje, maar ik hou van kaneel, dus ik had extra kaneel gevraagd. Oh joh. Oh joh, de wind waait een beetje. Oh, dat is heel veel. Schatje, dit bemoei je met mijn ontbijt. Dan heb ik hier jam met croissant. Ja. Dan heb ik een lekker ochtendsappie. Dan heb ik een lekker eitje, 4 minuten gekookt. 2 stukjes meloen. Nou, super. Eet smakelijk. Ongelooflijk, zo lekker dit. Vooral dat rijstpapje. Vooral de kaneel bedoel je? Ja, ik wou serieus eerst het hele bakje omgieten. Echt? Ja, maar het lijkt helemaal niet veel. Vind je wel? Nou, het is wel veel hoor. Ja, uiteindelijk wel. Hallo. Philip, how are you doing? Nice to see Everything you. Everything good? Yes. Can I get a hug? Of course you can. Hello. You can get a kiss also. Philip, you good? How are you? Good to see you, man. Good, my friend. Yes, you very grew good. Up. Yeah, right now. Ja, Noël zegt ze op zijn leeftijd dat het nog gegroeid is, weet je wel. Kan in een jaartje kan niet zo groeien ook, hè? Kopje groot geworden. Ik ben niet zozeer groot. Jij hebt wel meer gesport. Hoor je dat? Volwassener? Nee. Compliment, man. Nee, baard moet nog komen, hoor. Baard moet een beetje komen. Tot Oké, okay, so we have to fill in all the... It's exactly the same like what you did last time. Yes. With the questions. Oké, dames en heren, we hebben zojuist alle formulieren ingevuld. En we gaan nu naar binnen om het hele gear te passen. De juiste maten flippers en de juiste schoentjes en alles. Philip die vertelde dat er heel veel vissen zijn. Dat er wat koraal is veranderd. De hele onderwater situatie, zeg maar... is veranderd hier bij de baai. Dus het schijnt toch weer een andere beleving te zijn dan vorig jaar. En omdat we nu voor de derde keer gaan duiken, hebben we wat meer ervaring. En kunnen we hopelijk nog meer genieten. Zonder al te veel bezig zijn met hoe alles werkt en zo. Dus dat is wel echt super tof. En we vinden duiken gewoon heel erg vet. Dus dit belooft weer wat moois. Wow, Thijsie. Dit is een L. Let's go. Gaat helemaal goed komen. I got it. We hebben eigenlijk een 100% kans om sowieso weer de aal te zien. En de aal is het mooiste diertje die leeft in de zee. Ik zal jullie even een foto laten zien. Wil je even een goede selfie uitkiezen van de aal? Ik denk dat deze wel echt gewoon laat zien dat de aal het mooiste dier is. In de zee. Kijk, hier heb je de selfie. Holy moly. Check dan hoe dat eruit ziet. Dat is echt bizar, hè? Kijk dan. Monsters. Maar dit is een van de dingen die je kan zien onder water. We hebben er ons alle drie heel erg op verheugd. Dus dit belooft wel echt een mooie duik te worden. Boys, attention. Look who is here. The boss. It's the big boss. De baas is hier. Die foto ook. Echt mooi. Oké, we gaan ons nog eventjes klaarmaken. En dan gaan we even passen. Dat is sowieso belangrijk. Dus we zijn alle gear nu aan het passen. En dan gooien we het in de auto. Gaan we naar de baai. Gaan we duiken. Van Philip. Wat zei je? Lekker weer in die truck. Van Philip, lekker crossen. Ja, dat is wat we gaan doen, dames en heren. We gaan in de truck van Philip. En dan gaan we naar de baai. It's for you guys. The eye of the sea, it's called. Oh, it's like very deep.
It's not deep, but it's really difficult to find it. Wow, dit is wel echt super tof. Filip die had vorig jaar gezegd van ja, ik heb iets wat ik jullie wil geven, maar ik heb het nu niet. Maar dat moet ik opduiken. En op zich, het is niet heel diep, maar het is heel moeilijk te vinden. Het is dus deze schelp die dan op de bodem ligt. En dan kan je dit uithalen. Hoe gaaf is dat? Dus we hebben er nu allemaal eentje gekregen. En dan kan je dus eventueel sieraden van maken of een armbandje of iets anders. Ik weet dat Maya het niet kwijt gaat raken, dus Maya. Nou, ik heb nu geen dagje bij. Maar hoe gaaf is dat? Dat is echt zo lief van hem, broer. Ja, Filip is echt een goede vibe, dames en heren. Is echt, als je naar Creta komt om te duiken, dan moet je gewoon echt naar Filip gaan. Dat is echt, die guy is zo super relaxed, zo goed alles op orde. Dat is echt heel fijn. Hij geeft je ook echt een vertrouwd gevoel, ook met het duiken en alles erop en eraan. Dus dat is echt super nice. Thank you for the gift. Nothing. Yeah, thank you. It was a promise. Ja, echt zo lief van hem. Oei, nu kunnen we hem ook wat geven, hè? Die zwembroeken van Knolpower. Ja. Yeah. We got a gift for you too. Okay. Yes. It was a promise that I made last year, but then I had nothing left. But now I have some nice things for you. Yes. Do you remember? Because I will. I never forget. You made a promise with the shells. Can you call it a shell? Yeah. A shell. And I said to you that I was going. I remember. Yes. The swimming pants. Yeah, exactly. Yes. Exactly. I told you that I was going to send you a swimming pants. But it never came. No. You said it, but it never came. I thought we never came back again. And now here we are. And now, shit. No problem. Oké, dames en heren, dat is wel echt serieus super hard. Dat gaan we ook sowieso geven aan Filip. Dus dat gaan jullie later in de vlog zien. Dat wordt echt helemaal top. Goed, we gaan nu naar de baai. Is echt iets van 2-3 minuten rijden of zo. Het is echt om de hoek. Super mooi plekje. Ja, de driving was like 2-3 minutes, right? It is 15 minutes. Oh, wow, wow. Oké, dus 15 minuutjes. Was iets langer. Sorry, mijn fout. Maar goed, maakt niet uit. We zitten chill in de auto. Helemaal top. Dames en heren, zijn we in één keer in Thailand. Bali, hoppa. Oké, let's go. Hebben we nog steeds zin in? Let's go. Of course. More than ever. Dames en heren, check dit eens eventjes. Is this like a long time like this? Or did it happen? A few years. A few years? If it doesn't block the road, then it's perfect. Oh, yo, dat is zo typisch Creta hier. In Nederland, één steentje. Boom, ANWB, zet de snelweg af, kruis er door. Weet je wat, we gaan niet één baan afsluiten. We sluiten 3 van de 4 banen af. En die andere baan mag maar 30 rijden. Boom, file. En hier gewoon een halve rots ligt op de weg. Je hebt nog maar één kant van de weghelft waar je kan rijden. Boeien, laat gewoon liggen een paar jaar lang. Totdat er gewoon helemaal niet meer langs kan. Dan komt de bulldozer. Hoe fijn is dat? Ook al is het natuurlijk wel zo dat hoe druk is deze weg? Niet druk. En hoe druk is de weg in Nederland? Heel druk. Dus tuurlijk, ik snap het. Maar het is wel mooi om te zien dat gewoon een berg rotsen vallen op de weg. Lekker laten liggen. Gewoon er langs rijden. Want als het kan, dan kan het. Ook zo is. In Italië of Oostenrijk of Zwitserland heb je ook zulke rotswanden, maar daar hebben ze echt van dat ijzerdraad allemaal zo. Ja, hier hebben ze dat niet. Nee, want dan, als er dan iets valt, dan blijft het achter dat ijzerdraad zitten. Maar hier, als het valt en je rijdt hier, dan heb je wel een deukje. Wat vind jij ervan wel? Nou wel, vertel eens even. Wat vind jij ervan? Ik zat helemaal niet op te letten. Oh. Ja, jammer jongens. Ik zag ook dat je in dromenland was. Ik zag het gewoon. Ik had Mr. West. Ik had even een bubbeltje mee. Nee, weet je wat het is met Noël? Dat kan ik aan hem zien. Hij is gewoon helemaal... Hij zat zo net, serieus, met zijn gedachten helemaal van... Oh, ik ga straks weer zo helemaal zo'n salto maken in het water. Ik ga weer lekker duiken en zo helemaal over de kop. En ja, Noël is echt gewoon een vis. Die vindt het gewoon echt... Ik denk dat Noël eigenlijk misschien een soort van Philip 2.0 is. Maart, vissen. Ik ben een vis. Jij bent een vis? Ja, ik ben Maart. Ja, dat zijn sterrenbeelden. Ja. Wow. Like the one you caught yesterday. Wie ben jij? Ik ben een weegschaal. En zo'n ik tweeling. Ja, wij zijn allebei tweeling. Serieus? Dachten jullie een relatie hadden? Nee, tweeling. Oh, okay. Tweeling die een relatie heeft. Yeah. What's your sterrenbeeld? My? Yeah. Sterrenbeeld. Ah, master scuba diver trainer. No. Wow, that's a rare one. No, we mean like the sign, star like... Sign. Oh, I thought my the Sagittarius, the archer. Oh, the archer. Yeah. Robin Hood. Yeah, Robin Hood. Yeah. But with a spear gun. Robin Hood, maar dan met een speer voor in de zee om vissen te knallen. Oh, dat klinkt in één keer cool. Yes. Maar... Nee, het wordt heel grimmig in de auto. Nee, maar wat echt sick is, is dat Philip doet ook aan speerduiken. Zeg je dat zo? Speervis. Dames en heren, look at this. Looks like a painting, hè? Hè? Look at a painting, hè? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, hing, 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 hing.
Oh, die waren op de... Dat was fijn, hè? Die waren op de hoofdbed. Ja, maar die waren op de beat. Noël, weet je wat... Oh, joh, die deur valt er bijna uit. Weet je wat Philip zegt als hij ruzie heeft met iemand? Ja. Eat my bubbles. Goed, joh. Goed. Kom maar uit weer. Kom maar uit. Hoppa. Ja, wat gaan we doen? We gaan een koffietje drinken. Echt? Ja. Zei die dat? Schatje, deze is voor jou. Nee, schatje. Oh, wat doe je nou? Moet je voor betalen. Wel mooi. Heerlijk. This is for the ice cream man. And leave it here. Zo fijn. Komt die ijskoude man, die komt straks terug. Wil ze gaan zitten, ziet zo'n mooi bloemetje. Wow, dit hebben we helemaal niet gezien vorig jaar, of wel? Wow. Nou, dit is een mooi plekje, dames en heren. Oh joh, de boom is gewoon mijn statief. Oh, nu kan ik TikTok doen. Corvette, Corvette. Oké, serieus. We gaan dit even afspreken. Want vorig jaar... Toen gingen we even testen. Tenminste, Philip ging als eerst even testen. Is het mogelijk om de aal aan te raken? Want soms kan je zo de bovenkant van zijn hoofdje kan je zo aanraken. Zo aaien. Dat vindt hij fijn of zo. Blijkbaar kan je met een aal een bepaalde connectie hebben. Als dat mogelijk is, ga je dan die aal aaien? Ik denk niet dat het slim is dat ik dat ga doen. Bij mij zullen zien dat hij mij net gaat bijten. Maar ik wil wel dat iemand hem aanraakt. En daarna zal ik het ook doen. Ja? Ik ga het niet als eerste doen. Dan gaat Philip als eerst. Oké, okay, ja, dan ja. En dan bijt hij mij daarna. Oh, we krijgen even lekker wat drinken. Kunnen we even chillen nog. In de tussentijd is Philip alles aan het klaarmaken. Dan gaan we straks lekker duiken. Kom steeds dichterbij, mensen. Dames en heren, in de tussentijd zit ik op mijn telefoon even wat dingen te checken voordat we gaan duiken. Ik zat even mijn mail te checken, even Instagram, even wat erop zetten. En toen dacht ik ga eventjes de video inplannen voor vandaag op Enzo Knol 2. Dat is namelijk een Fortnite video die online komt om 5 uur. En toen keek ik op mijn YouTube kanaal en toen zag ik op mijn YouTube kanaal dat ik op dit moment 750.000 abonnees heb. Mooi, ja, ja, ja. Oh, nice. Oh, op Enzo Knol 2. Ja, op Enzo Knol 2. Nice. 750.000 abonnees. Mooi, joh. Op naar de miljoen met Enzo Knol 2. Ja, dat is wel de bedoeling uiteindelijk. Vet hoor. Maar het is wel echt super leuk hoor om te zien hoe goed Enzo Knol 2, dus het gamekanaal, weer wordt ontvangen. Want ik heb in de tussentijd een Fortnite video met QC geüpload. Ik heb 2 Pokémon video's geüpload. Ik heb weer een Fortnite video geüpload. Ik heb nog echt super leuke Fortnite video's klaar liggen met Virginio die ik heb opgenomen, 2 stuks. Ik heb ook nog een andere Pokémon video, dus ik heb echt genoeg klaar liggen. Super leuk. Check Enzo Knol 2, link staat in de beschrijving van de nieuwste video. En als je dan daar bent, abonneer meteen eventjes, zou ik wel waarderen. Precies, want je gaat nu blijven uploaden, hè? Ja, zeker. Kijk, ik ben het Pinkie van de kijkers. Pinkie swear. Ja, gamekanaal is altijd een beetje komen en gaan, komen en gaan. Maar nu niet meer. But now I'm here to stay. Yes, you're yes. Back. Yes, sir. I'm back. Je gaat ook met Noël opnemen, toch? Wat gaan we opnemen dan? Call of Duty Warzone, even onze re-meeting doen. Oh, ja, oh, wow. Hello. Oh, oh, hello. Heb je een knappe zus? I have a nice sister. Come to me. Want to call me. Nee, maar jij vroeg toch meteen, wow, ben jij Enzo Knol? Jij herkende zijn naam toch? Of is dit die vriend van jou? Het was een vriend van mij inderdaad. Ja. En die zei, ja, ik heb geloof ik Enzo ontmoet. En toen was ik nog aan het werken om een bezorgfietsje. Dus ik kom nu naar huis. Samen gamen. Ik samen gamen. Toen kwam hij ook in de lobby geleden. En toen kwam ik erachter dat hij veel chiller was dan die andere guy. Dus hebben we hem geditcht en zijn wij vrienden geworden. Zo fijn, de eerste ontmoeting van jullie toen ook. Schoelen doen, ik ga schoelen doen in het echt ontmoeten. Ja. Maar echt nachten, dat ik gewoon de volgende dag om 7 uur eruit moest. En ik gewoon met Enzo gewoon tot 2 uur bleef gamen. Ja, omdat je het allemaal zo leuk vond. En maar stil blijven en zijn vader. En ik tegen Enzo, ik moet nu heel even stil zijn, mijn vader loopt nu langs mijn kamer. Over. Echt fijn. Ja, dat was echt heel erg mooi. Goed, check dat. We zijn klaar hier. We hebben genoeg gechilled. Dus het is tijd voor actie. Yes. Dit is de plek waar we vorig jaar ook stonden. Onder de parasol. Want het is bloody hot op dit moment. En hier gaan we ons helemaal omkleden. Let's go. Holy moly. Je doet je horloge nu af omdat we gaan duiken? Nee, ik hou hem om. Ik wou even laten zien hoe bruin ik ben geworden. Kijk dat dan. Wow, gewoon de hele... Vooral aan de zijkant hier. Zo wit ben ik dus, hè, in de winter. Ziek, hè? Noël wil zijn billen even laten zien, volgens mij. Zo wit is Noël in de winter, hè? Dat is echt ziek, hè? Jij nog iets laten zien?
We will go outside of the bay. Maximum depth will be 12 meters and our dive time will be comes with the air. Okay. Ja. Oké, het is belangrijk namelijk dat de lengte van het duiken hangt af hoe erg wij gaan ademhalen. Dus hoe meer zuurstof wij gebruiken, hoe sneller de meter naar beneden gaat en hoe minder lang je kan duiken. Op zich vrij logisch. Dus als je heel erg veel gaat bewegen, verbruik je dus meer zuurstof. Dat is hetzelfde als dat je vanaf hier naar de zee gaat rennen, verbruik je meer zuurstof dan dat je vanaf hier daarheen gaat lopen. En dat is dus een beetje hoe het ging. Myron op een of andere bijzondere manier gebruikte heel weinig zuurstof. Dus die kon echt nog twee keer zo lang duiken als dat wij deden vorig jaar. Ik verbruikte redelijk wat zuurstof. Noël en Thijs daarentegen, die waren na een half uur klaar. Ja. Blijkbaar houden ze heel erg veel van ademhalen. Ja, hou je daarvan? Ik van ademen, wel leuk. Ja. Dus na 30... Wat zijn je hobby's? Ademen. Wow, ademen, dat is wel echt een goeie als iemand dat vraagt. Iedereen doet dat de hele dag door, dus eigenlijk is het wel een hobby. Ademen, kijken, luisteren. Van dingen die ik echt heel leuk vind. Oké, nou, nu gaan we naar het serieuze. Ja, okay. Hij heeft al eens een keer dus 5 uur met 1 tank gedaan. You did 5 hours with 1 tank? Mm-hmm. But it was shallow in a cave, on the surface. Like 1-2 meters with a big 15 liter. And how many liters is this tank? 10. 10 liters. Oké. Okay. Goed, rustig aan, hè? 10 kilo. 10 liter. Leeg blazen. Leegzuigen. We'll just remind you those 3 things. To equalize with the mask again. And what happens if we lose the regulator from the mouth or if water goes in. The rest I hope you remember it. Yes. Sure. So, to equalize, please don't forget whenever you feel a little bit of pressure on the ears, pinch your nose. And fart. Here, and fart. Pinch your nose and try to exhale through the nose gently. Don't do it with power, otherwise you may have pain at the ears. If you see that it's not working, take your time. We will not go deeper. Maybe we need to ascend a few centimeters, not more, and then we try to equalize again. If it's not working, something which is really helping is touch your ear on your shoulder, pinch the nose and try to exhale really gently through the nose, and then again the same, the other ear again. Water in the mask. It can be that we breathe out through the nose. That means that the mask comes a bit higher. As you can see, it's pushing here the bone and the water is flowing in from down here, or because of the mustache, or if we smile, the water goes in from the cheeks here. Can you smile? Or sometimes we have some hair still in the mask, so the water is flowing in from the top. To remove the water, you just need to press the mask, point your head down, and start to breathe out through the nose. While you breathe out, slowly bring your head up so the water comes here, so the air that you breathe out through the nose can push the water out. If it's not working, don't ascend immediately to take off your mask. Let me know and I will help you. Yes. If by mistake you breathe out through the nose, the mask came higher, you can breathe out and at the same time push your mask a bit down. Nice and slowly, we stick all together. We enter from the shallow part, we go deeper and deeper and deeper. That's the what she said. More eels here. Yes. Which it's your dream, it's his dream. Yes, the eel. And if I eel to skietelen vandaag. Then he will be with 4 fingers. Nice and slowly, safety first and then fun. Nice. That's good. Okay. Nice. Do you have any questions? Something you don't remember from last time? You I forgot to say about the regulator. If you lose the regulator from your mouth or water went in or you want to spit, breathe out with power or spit in the regulator and breathe out with power. Yes. And then everything will come out from down here. If you have no air to breathe out and the regulator is full of air, you can just press the purge button. So the free flow activates and a big amount of air is pushing out. You remember. Yes, I do. Mean, I do. Let's get dressed and let's go. Nice. To cool off a let's bit. Let's go. Let's go. Oh, ik heb soms ook geen idee wat ik zie hoor. Soms weet ik ook niet hoe ik moet reageren. Dat is echt zo mooi aan Thijs. Dus hij doet soms dingen, ik weet geen eens hoe ik moet reageren. Ik heb geen idee. Ik blijf gewoon filmen meestal. Je had een appje gekregen, toch, van je moeder dat je normaal moest doen in de vlog. Dus een beetje opletten.
Dat is echt, dat vind ik echt zo'n mooi verhaal. Dat Thijs zei van ja, ik kreeg een appje van mijn moeder, jongens. Die zei dat ik een beetje meer normaal moest doen in de vlog. Hoe zou je moeder dat ook weer zeggen? Thijs, doe ik seks normaal. Doe seks normaal, Thijs. Annelies? Ja, Annelies. Hé, man. Duidelijk, als ik het goed kom. Ik ga nu even mijn vriend de eeuw weer opzoeken en ik ga vandaag niet mijn hoofd stoten, dus let's go. Een beetje nek eigenlijk, voor de kijkers even. Oké, kleine samenvatting. Ja. Mijn tong doet nog een beetje pijn, er zit zo'n bultje binnen in mijn tong. Want toen ik zo op de bodem ging, toen beet ik erop. Dus die doet nog een beetje pijn. Even mijn nek testen. Kan niet verder dan dit. Die zit nog vast. Iets verder. En ik heb nog zo'n knoop in mijn rug. Maar het wordt elke dag beter, hè? Het wordt wel steeds minder met de dag, dus dat is goed. Dus hopelijk gaan we het vandaag niet erg maken, maar we zijn met Philip en ik hou van hem, dus het gaat allemaal goed komen. Toch, Enzo? Ja, zeker. For real? For real. For real. Not for real. Okay, let's get dressed! Let's get dressed. Ik wist dat je nog aan het filmen was. En zo, says for the sexy boy. Hey, that must be me. That must be me. Ik ga join you. Gezellig, Thijs. Veel plezier. Ik ga ook even douchen, denk ik. Douchen is namelijk wel nice met het pak, want dan wordt het wat losser en alles. De tegels kunnen een beetje heet zijn. Oh, valt mee. Oh, ik heb hier zoveel zin in, dames en heren. Het is koud, hè? Ja, ik wil er wat in, zo. Oh! Is dat pijn? Ja, dat is heel fijn. Ah! Ja, dat vind je heel fijn. Ah! Het is koud. Je moet zo erin doen. Ah! Ah! Oh, het is koud. Oh, het leek erop alsof het zo lekker was, maar... Salut, Mira. Mooi joh, dat was zo fijn. Ik denk dat je gaat in deze verse met de Calimera, Calimera, Calimera. We kunnen met de beetje lekker maar de Bagadera. Wordt alleen maar beter en beter, dames en heren. Twee keer zo zwaar, dames en heren. God, non hier. We hebben het pak helemaal aan. Ik moet alleen de schoentjes nog. We gaan richting de zee. Maar we gaan niet hier duiken. We bank your business. Jongens, als ik niet kan ademen, moeten jullie even blazen. Yes, sir. Oh, nu heb je geen snor meer, schat. Vorige keer zat die snor heel tussen. Oh, dat is beter. Ja. Oh. Ik heb wel een snor. Hij heeft weer van die fijne schoenen. Hij heeft lekkere schoentjes. Zo comfortabel. Hey! Oei, ik heb een fit aan. Ik heb een bril op. En je hebt het naar je zin? En ik heb het naar mijn zin. Dus ja, beter kan niet. Jongens, weten we alle handgebaren nog? Omhoog. Omhoog. Omlaag. Perfect. If there is anything, I will help you immediately. You know that I'm watching the whole time the group. And nice, slowly. As we said, safety first and a lot of fun. Yes, let's do it. Go. To descend. Oh, breathe a bit. Okay, weet je wat altijd mijn grootste struggle is? Om te wennen aan de droge lucht die je krijgt. Want de lucht die in deze fles zit, is heel droog. Dus ja, je krijgt droge lucht binnen en daar moet ik altijd aan wennen. We krijgen altijd echt een hele droge kerel. Sowieso is het altijd eventjes wennen om te ademen alleen via je mond en niet via je neus. Maar dat gaat goed komen. En zolang we daaraan gewend zijn en blijven, dan komt het helemaal goed. Down. Down. En up. Up. Oranje is wat up. Oké, who wants to go first? Ladies first. Oké, let's go. Oké, Mario die gaat nu naar beneden. En die gaat dan op ons wachten. En dan de volgende, en dan de volgende, en dan de volgende. Dus we wachten allemaal op elkaar. En Philip die gaat stuk voor stuk. Dus eventjes kijken of we gewend kunnen raken. Wow, hey, surprise. Here you go. You can take them. Oké. Okay, thank you. Oké, dan kan ik nog even filmen. En dan stuk voor stuk gaat hij iedereen meenemen. Om ervoor te zorgen dat iedereen comfortabel zich voelt bij het feit dat je... naar de bodem gaat. Het is namelijk zo, je hebt hier twee knoppen. Die oranje zorgt ervoor dat alles wordt opgeblazen hier en dat je dus blijft drijven. En die andere zorgt ervoor dat het lucht eruit gaat, waardoor je gaat zinken naar de bodem. That's how it goes. En als hier water in zit, dan kan je dus op het knopje drukken en dan gaat er water uit. Yes, let's Thijs, go. Let's go! Hey, my boy! Oké, daar gaat hij. Bye, Thijs. Bye. Extra gewicht eraan. He ate too much last night. It's true. Oh, weet je wat echt super lijp was aan vorig jaar, dames en heren? Is dat we serieus een klein bootje zagen.
Ik weet niet waarom ik aan het gapen ben, maar we zagen een klein bootje. En dat bootje had een motortje erachter. En die zagen we zo heel slow motion zo voorbij komen. Dat was zo vaag. Ja, dat hebben we ook even kwijt. Oké, volgens mij gaat het goed. Ik moet elk moment. Hurting you so much on my forehead. Yes. Breathe out once through the nose. Is it better now? Yeah, if the pressure is gone, yes. Dus ik ga nu terug zwemmen naar Antwerpen. Ik heb dit al Filip op het begin gedaan. Zo mooi. Ja, ik heb er al een hele tijd in gedaan. Maar ja, mijn zuurstof begon op een gegeven moment op te raken. En Filip was heel veel aan het checken natuurlijk. Ja. Dus hij zei, ga jij maar terug. En dan gaan we nog even door met de rest. Wajo, gek. Dat is zoveel adem hier dus, hè? Oh, ja. Dat is jouw hobby, hè? Dat is mijn hobby. Je ziet het, joh. Ik zei, ik ga die tank helemaal leegzuigen en ik heb het gedaan. Dus dat is de situatie, dames en heren. Ik ben eerder uit het water gegaan. Daarom stond ik hier eigenlijk eerst in mijn eentje. Ik was net klaar. Ik wilde net de camera pakken. En toen kwam Thijs aanlopen. Toen dacht ik, waarom is Thijs in zijn eentje? Maar ik ging al verder terug in de zee, ging ik naar boven. Ik had eigenlijk vanaf het begin dat we in het water gingen, tot aan het einde dat ik dus naar boven ging, had ik het gewoon echt ijskoud. Ik weet niet waarom, maar ik had het gewoon ijskoud en ik zat alleen maar te trillen en te trillen en te trillen. Dus dat voelde eigenlijk heel onprettig. En ik had toen we eenmaal wat dieper gingen, kreeg ik last van mijn rechteroor en toen ging ik de hele tijd klaren met mijn neus. Maar deze popte niet meer, alleen links popte. Dus ja, mijn rechteroor popte niet en daar kreeg ik steeds meer druk op en druk op en druk op. En op een gegeven moment dacht ik van ja, ik heb het ijskoud, begin ik steeds meer pijn te krijgen aan mijn rechteroor. Dus ik heb nu meer een pijngevoel, zeg maar, dan dat ik echt kan genieten. Dus toen dacht ik, dan ga ik maar omhoog. Dus toen zei ik tegen Filip van, ik ga omhoog. Dus toen ben ik met Filip omhoog gegaan. En toen zei hij, geen probleem, maakt niet uit. Zwem gewoon rustig terug naar de zijkant. Oh ja, en ik werd ook duizelig. En ik denk dat dat komt omdat ik zo aan het trillen was de hele tijd van de kou. Gewoon alleen maar trillen. Ik weet niet waarom, maar gewoon ijskoud. Dus, en nu heb ik nog steeds een beetje koud. Terwijl het echt gewoon het warmst van de dag is. Dus een beetje vaag. Ik ook. Veel dieper, veel meer gezien. Ja, wow. Well done. 12 meters, exactly. Yeah. Nice. Wow. Nice. 12 meter, man. Sorry, er kwam een steentje in mijn ding. Waardoor toen jullie met die aal bezig waren, ik helemaal omhoog vloog. Echt? En ik kon niet klaar en ik kwam niet meer naar beneden. Dus ik zat helemaal te stressen. Hey, iemand, hallo. Oh, en ik kon niet meer naar jullie terecht, want ik zat te flipperen, maar je komt dan niet meer naar beneden. Oh my god. Gelukkig goed gekomen. Man, 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 wat was dit een avontuur? Nog nooit zo diep geweest ook. Gewoon 12 meter. Holy shit. Ik ben gewoon back off, terwijl ik alleen maar hoefde te ademen. Oh, nu ook even een lekkere douche. Thijs staat hier, net even lekker douche genomen. Yes, en nu komt de rest. Zijn ze. Ja hoor. Dus ik ga wel even naast ze toe. Marion is helemaal aan het lachen. Hey! Vond je het leuk? Zo leuk! Ja? Nice hoor.
Ja, jij had een beetje last van je oren, hè? Je probeerde het aan mij uit te leggen. Ja, klopt. Ik deed al, ik wees naar mijn oor, deed ik zo. Ik snapte het wel, maar ja. Ik wist niet wat ik moest doen. Nee, daar kan je ook niks aan doen. Maakt niet uit. Ik denk, zeg het alleen tegen je. Maar ben super trots op je. We zijn gewoon 12 meter diep, hè? Ja? Ja. Wow, joh. Misschien dat ik daarom wat meer last had van mijn oren. Dat zei hij ook. Ja. En de hele tijd dan omhoog en dan weer naar beneden. Ja. Dat is echt heel kut. Hé, lekker, wow. Dat is nice. Dit is wel avontuur. Ik had alleen last van één oor. Ja, je rechter. Ja. Ja, dat had ik dus ook. Oh nee, links had ik. Nice, Philip. It was nice. Well done, all of you. It was really nice. I'm happy I'm back. Yes. Alive. Me too. Voelde je je weer comfortabel? Ja, nou. Hoeveel heb jij nog? Had je gezien bij je aal? Toen 70. Toen we jullie bezig waren met de aal, toen kwamen er blijkbaar steentjes hierin. Toen schoot dit uiteindelijk ook los. Maar ik ging dus helemaal omhoog. Oh, echt? En ik kon niemand waarschuwen en ik kon ook niet naar beneden. Daar. Meen je? Ik zat... I heard it. En toen haalde die Philip me natuurlijk weer naar beneden. Ja, Philip is er altijd, hè? Philip is de boss. The legend. The legend. Amen. Nice. Oké, dames en heren. Dit is dus de baai. Heet dus Bali. En dan hebben we hier een tentje. Dit tentje heet Taverna Karavostasi. Hier gaan we even wat eten. Oké, we moesten... Het stond er niet op. We moeten dit proberen van Philippe. Het zijn kaasballen. Yes. Gefrituurde kaasballen. Nou, ik ben heel benieuwd. Je put de citroen over het. Citroen. Je put de citroen aan de cheeseballs. Je put het in je mouth. Oké, en then we do it like this. Yes. Cheers. Cheers, my brother. Lekker. Is het like mozzarella? I don't know. Oh. Wow. Serieus? Dit is de lekkerste kaasbal die ik ooit heb gegeten. Wow, nice. Very nice. Oké, ga ook even proeven. Lekker. Wow. Jij gaat het zo lekker vinden. Mm. Nee, echt niet normaal. Top lekker. Nou. Die eerste bite denk je kaasbroodje. Zo'n kaasbroodje, die bite heeft het. Nou. Het is echt gewoon een beetje Hollandse kaas. Gewoon jonge kaas of zo. Het is zo lekker. Het is echt het lekkerste balletje waar ik ooit heb gehad. Ja? Ja. En dan nu, dames en heren, iets wat jullie waarschijnlijk wel kennen. En dat is spaghetti carbonara. En je hebt een lekker pizzaatje margherita. En Noël die heeft ook lekker eten, maar die is even aan het bellen. Die komt zo terug. Je hebt een lekker pizzaatje en je hebt een soort van lekker... Van Philippe gekregen. Dakos. Dakos. Ja, dakos. Zo heet dat, dakos. Lekker. Nice hoor. Thijs, wat heb je in handen en wat is er gaande? Ik heb hier vinegar in mijn hand. Maar is ook weer in het Nederlands? Azijn. Oeh, dit is azijn. Ja. Ik ga een azijnshotje doen samen met Philip. You gonna join me, Philip? I'm not drinking it. Ik ga in mijn eentje een shotje doen. Misschien wil Noël al meedoen. Noël, doe je mee? Ja? Because you're my brother. I like it, Picasso. Maar het is niet erg dus om azijn te drinken. Je hebt toch wel eens van die komkommer. Je hebt wel eens komkommer en dan doe je dan azijn en suiker door. En dan heb je zo'n super lekkere gemarineerde komkommer. Dat is lekker. Plusje komkommer. Hey, nee, maar die doen we er niet bij. Oh, dat is mijn water ook, hè. Nee. Blijven ze vanaf. Oké. Wij gaan deze azijn. Ik zou gewoon steenpier schalen met Noël. En degene die wint, die wint. Hoeft het niet te drinken. En degene die verliest wel. Oké, ready? Wacht, één ronde. Ja, één ronde. Okay. Niet de out of three, maar één ronde. Here we go. Yes! Maar jij, je wil dit wel. Ja, ik wil het zo. Jij zei, dit is iets wat ik altijd al heb willen doen. Want dit is, ik ben gewoon een vuur van anders. Dit is maar niet iets typisch Grieks, maar ik wil wel iets typisch Grieks maken. Nou, dan ben ik all way. Dus ga dat maar één keer doen. Oké, calamera. Calamera. Calamari. Jammer, god. Ik vind dat zo slecht was. Oh, dit is echt. Oh, dit is koud, hoe vies. Dit is zo vies. Ik moet kotsen, man. Nee. Is het zo erg? Ja, maar ruikt het alleen al. Oh. Is het zo erg? I didn't expect it to be this bad. Yo, laat mij eens ruiken dan. Oh ja, dit is wel heel erg, ja. Ja, oh, dat ruikt heel sterk. Maar dit is echt... Je hebt zijn dag gemaakt. You're the man. Ja. For you, man. Ja. Weet je... Wat zit er in jou? Wat is dat? Hoezo zit er in jouw baan? Meen je dat nou? Oh, dat heb jij gedaan. Nu zo voel ik dat niet.
Waarom zeg je dat nou wel? Ik had zo gehoopt dat over een uurtje ik zou zeggen, hey Thijs, zit wat in je baard. Niet door. Nee, want ik zat zo net wat weg te halen bij je baard, dus toen stopte ik een stokje erin. Dat was echt, dat was zo vies. Well done. Damn, thank you. Damn, thank you. Did it for Philip, so. Ja, respect. Oké, okay, wie wil een ijsje? Ja. Ja? Ga je mee dan? Ja. Trakteer ik. Ja. Somebody wants ice cream? Follow me. Oké, we gaan even ijsje bekijken. Kijk, hier is de ice cream car. Hello, can I look for ice cream? Kijk, gaan we even kijken. Glitterband even weg. Oh, wacht, wat hebben we allemaal? Oh, dit is... Oh, ijsjes. Ik weet wat jij wil. Ja, kom maar. Oh, wacht. Wacht, dus nu kunnen we echt zien of we goede vrienden zijn. Of je me echt kent, hè? Nee, jammer. Nee. Nee, ik weet echt... Oh, Spider-Man, dat zei je al voor het duiken. Ja. Verpest, helaas. En ze moest kokken. Nee. Oké, ik weet wat... Ik ga die denk serieus pakken. Deze gaat hem. Oké, maar deze ook even weg. Even kijken. Oh nee, dit is niet lekker. Dat is lemoen. Ik ben een beetje aangeschoten door die... Is dat lemoen? Ben je aangeschoten? Ja, ik ben wel met je bike bij. Is dat limoen? Lemon. Oh nee, hoe noem je dat groene? Limoen. Doordat azijn ga je zo Brabants praten. Ik ben ineens weer in Eersel. Spider-Man, man. Hey. Hey, man. Thijs, doe seks normaal allemaal op de camera. Wat gaan we nemen? Ik neem een Magnum, denk ik. Ja, ik denk het ook. Ik ga gewoon lekker op zo'n benen. Oh, knetterijs. Dit zijn echt van die kleine kinderen die dan veel te lang bij zo'n ijskast staan. En gewoon niet kunnen kiezen. En allemaal, oh, dit is lekker. Oh, knetterijs. Oh, dit is lekker. Heel fijn. Yeah, I got it. Wow, je neemt hem, hè? Je weet toch hoe we het doen? Die azijn. Laat eens goed zien. De unicorn. Unicorn. Weet je, kan je niet en dat betekent? Ja, dit is zeg maar met... Toegevoegde suikers. Ja, nu wel. Kan even toch, hè? Ja, ik neem altijd met nuts. Ja, dus almond. Ik neem altijd almond. Ja, classic? Ja. Okay. Beetje kauwgombal. Alles voor kinderen smaakt naar kauwgombal. Ja. Wil je proeven, hapje? Ja, is goed. Eigenlijk wel, ja. Wow! Dit is echt knijtend lekker. Ja? Ja. Smurf ijs? Beter. Wie wil een hapje? Nou, dit is echt heel lekker. Nu ben ik zweer het je, dit is zo lekker. Dit is echt lekker. Mario, jij die proeven? Ja, kauwgombal. Oh, dit is echt goed. Ja, dit is lekker. Ja, je hebt echt serieus de beste keus genomen, ik zweer het je. Ja, mijn leven in Griekenland. Fijn, dames en heren. We hebben het in ieder geval heel erg naar ons zin. Echt fantastisch. Het is een mokkingtijd. Ik heb mijn lekkere unicorn-ijsje opgegeten. Maar ik wilde deze eerst op beginnen openmaken. Maar Philip zei, hier zit een speeltje cadeautje. Dus live unboxing bij deze. Surprise! Yes! Oh my god. Oh, it fits. Wow. Silver edition. Can you do it for me? So cute. Oh. Je weet hoe we doen. Ik ga deze echt mee naar huis nemen. Serieus ook. Ik denk dat deze echt tof is. Kijk. Bijna. Nice, bro. Ja, ben je blij mee? Nee, ik ben serieus echt blij mee. Is goed. Wie wil je daarvoor bedanken? People want to thank you for picking this ice cream. Ik heb hem zelf gekozen. Oh, goed. We zijn blij. We hebben een zilveren armband. Ziet er goed uit, bro. Ik ben blij voor je. Thanks. Dames en heren, het duiken is nu voorbij. En het was echt wederom fantastisch. Ik hoor Noël zeggen nee. Of ik hoor Thijs zeggen nee. Of wat? Oh, je bedoelt niet te duiken. Ik zei duiken is nu klaar. Toen hoorde ik jou zeggen nee. Maar die vibe ook. Ja, Philip en missen. Noël, wat vond jij van het duiken? Onze duikerboy? Ja, echt super vet. Eerlijk is eerlijk. Ik vond het leuker als vorige keer. Ik ook. Ik ook. Ik vond het vetter. Maar dat was misschien omdat we meer met z'n drieën, zeg maar. En eerlijk, we hebben echt ervaring nu in het duiken. Ja, dat is het misschien ook wel. Dat je nu wat meer ervaring hebt. Je weet wat dingen. Will you forgive me? Waardoor je... Wow, wat krijg je nou? Hij sloeg mij net met de handdoeken op mijn benen. Spijtig. Echt? Dit is goed maken. Maar ik denk dat het ook is. Dat we nu wat meer... Zo, gaan we blowen? We gaan niet blowen. Ik zei, er vallen wat bladeren van de boom. Dat zei ik. Dat is heel wat anders. Het is ook sowieso dat we nu meer ervaring hebben. Dat het gewoon fijner is om te duiken. Want dan hoef je aan minder dingen te denken. En dan kan je gewoon meer op je gemak lekker je ding doen. Dus het was echt een hele mooie ervaring. En wat ik heel erg leuk vond. Staat niet op film, maar ik kan het wel even vertellen. Thijs die zei van zo, die aal die was ook zo glad, hè. En toen zei ik. Daar komt de uitspraak ook van. Zo glad als een aal. Ja, klopt. Zo mindful. Ja. Nooit zo van nagedacht. Nee, ik ook niet. Hij was echt. Ik wil hem vastpakken en
En ik ging gewoon uit mijn hand, zo glad was ik. Ik heb daar ook nooit over nagedacht. Zo glad was een aal. Ja, alles valt op zijn plek, jongens. Ja, dat zei ik tegen Thijs. En Thijs zo, oh joh, inderdaad, nu je het zegt en zo glad als een aal. Dus dat was wel geinig om... om eventjes mee te maken. En voor de rest, mooie zeester, andere mooie visjes. We konden ook echt dichtbij komen. Hè. Soms zo dichtbij met de visjes. Dus dat was echt, echt heel erg nice. Thank you so much, Peter. Thank you. It was a really nice experience. Again, yes, yes. We did. What and time? I will bring the present for you. No worries. I have it. En een klepje eraf. Oké, check hier naast ons. Kijk daar in het zand, wat zien jullie? Een geit. Een goat. Jullie zien ze, hè? Ja. Zien jullie het? Ja. Dat is moeilijk te zien, hè? Het zijn chillen daar, hè? Weet je wat het ziek is? Ik dacht serieus. Schatje, zie je er maar één. Er liggen daar wel echt een stuk of 30. Onder die stenen, allemaal onder die stenen. 1, 2, 3, 4. En onder die stenen daarboven. 1, 2, daarachter. 1. Daar beneden ligt één in de zon, een zwarte. Ja, daar onder die stenen allemaal. Zo sick. Dus ik dacht serieus dat dit hele gebied... dat ooit een keer daar allemaal rotsen lagen daarboven en het was als een modderstroom zo naar beneden gegaan. Maar dit is dus een gebied waar die geiten leven. Dat is echt bizar. En Filip die zegt, je moet ze eens zien vechten. Dan vallen ze gewoon 10, 20 meter naar beneden. Ja, dan rollen ze zo helemaal naar beneden omdat ze dan een gevecht hebben verloren daar ergens op zo'n steen. Ja, bizar. Je kan ze op film eigenlijk nu niet zien met deze lens, maar geloof me, er zijn veel goats. Dames en heren, kijk wie hier ook op vakantie is. Treintje! Mama! Treintje! Hey, Treintje! Rocky time! Ja, daarna mag jij. Samen in het zwembad. Wat gaan we doen? Met een beetje of alleen een? Ik ben zenuwachtig. Hij is wel zwaar, hè? Kijk uit. Hey, Noël! Ja, dat was Marvin, toch? Hoi, joh, kijk dan! Hij heeft gewoon een luchtbed. Ik ga weer lekker aan het werk, nou wel. Hey, een flesje water voor jou daar neergezet. Kom, neem even een duimpje. Ja, we nemen even lekker een duimpje. Zo fijn, jouw hoofd weer. Ga je duiken? Hij wou weer nog afspringen. Ja. Ja, je wou de afspringen. Jij bent in één keer alle twee in de hand. Ja. Dat ben je een lul. Jij bent nog warm, jongen. Maar ik had vette geluk, want ik was net wakker geworden. Ja, anders hadden we... Ja, anders hadden Thijs en ik jou opgetild. Ik heb een beetje droog gekild. Echt? Van dat ademen? Ja, van dat ademen van het duiken, denk ik. Oh, ja. Maar dat is echt ziek, jongen. Dat is echt ziek, want na het duiken hadden we allemaal zo'n inkakker, joh. Ja, jij hebt echt lang geslapen wel. Ik denk wel een uurtje bijna. Ja, ik weet niet wat het is, maar ik had zo'n inkakker van het duiken. Ja. Dat deed zoveel met mij. Maar ben je nu weer wakker? Ja, nu ben ik er weer. Ja, oké, nee, super. Dus, ik ben er weer. Hey, hoi Enzo. Kan ik één keer dat trucje doen met die anus? Nee, Thijs. Oh, okay. Zou ik het erop krijgen? Ik doe wel zo. Hij sprong er gewoon naast. Hij duwde dat ding weg en jij gooide het even. Oh, jij duwde hem weg. Ik dacht hij springt gewoon ernaast. Wat gebeurt hier allemaal? Waar is dat balletje nu heen? Oh, hij is daar. Thank you. Nee, niet Tesla! Hoi. Ja, dat moet jij hem halen. Is hij weer daar?
Goeie yo. Goeie yo. Wow. Vet. Hey, zo'n poprol maken is echt super apart. Klopt, hè? Hey, oh, een kwinking. Ja, alles bij elkaar leggen zeker. Ja, dan kan je zo rennen. Ja. Nee, dat is gevaarlijk. Oh. Ja, ik weet niet wanneer iets gevaarlijk is. Ik moet even aangeven. Nou, dan gaan we het niet doen. Nou, ik ga ook even lekker zwemmen. Ja, wacht even. Succes, Jordi! Nee, dit is timer, dit is timer. Geen timer! Ah, nee! Nee! Net als zo'n roofdier rent hij weer weg als oh, roofdier. Oh mijn god. Nou, succes timen met blurren van alles. Dat gaat nog wel een dingetje worden. Doe snel die onderbroek maar weer aan. Kom je zwemmen, schat? Ja, ik kom zwemmen. Oh. Wat gebeurt hier allemaal? Ik ga weer weg. Waarom ben ik in het zwembad? Dit is zo mooi wat er nu gaat gebeuren. Bravo! So, we do this two times, like open and wait. And open and wait. And close and wait. And close. And then again. Oké, wat is dit dus is, is dit is een Grieks nummer en een Griekse dans. En ze gaan nu leren hoe ze moet dansen op dat nummer. Then we do this. One and two. Bravo. 3, 4, I count the step is nearly 10. Let's say that we did the 10 steps, okay. And then we are waiting like this till the rhythm of the music changes again, and then we make one step in front, yes. We kick with our back, bravo, like this, once, we cross, same line, we cross. Same line. And now the left leg in front. Yes, and then lopen we zo'n kruis links. We are making crossing, yes. On the back. Same line in front. Same line. Bye. Ja, dat is hoe je moet dansen, dames en heren. Maar wacht maar, ja, dat is zo vervelend. Ik kan het muziekje niet laten horen, want het muziekje is dus echt een heel bekend Grieks nummertje. En als ik dat laat horen, dan verdwijnen alle inkomsten op deze video. Alle rechten, alles gaat weg. Dus dat is een beetje het jammere. Dat is altijd het gezeik met copyright muziek, zeg maar. Maar goed, dit is dus hoe je danst op dat nummertje. Het is wel leuk om te zien, hoor. Yes, sir. Noël. Oh, die Thijs. Deze kan Thijs echt goed. Kijk dan. Kijk Thijs. Hey. Yes, let's go, bro. Damn bro, je bent zo'n legend, hè. Jij kan dit weer. Thijs, alsjeblieft doe mee. Alsjeblieft Thijs. Ik kan het niet. Je hebt het net geleerd. Doe zelf dan. Jij was de beste van de groep. Jij maar, ik hou die camera op. Kijk dan. Heerlijk.
eerlijk is eerlijk, dames en heren. Dit is wel echt een hele goede vibe, hoor. Dus ik ga het even van dichterbij filmen. Ja, dit is een hele goede vibe. Het is zo fijn om te zien. Ook met die doekjes zo. Ik mis alleen nog de borden die kapot worden gesmeten. Dat hebben we eigenlijk nog nergens gezien hier in Griekenland. Dat die borden kapot gesmeten worden. Dat schijnt ook niet overal te gebeuren dus. Het is tijd om even wat lekkers te gaan eten. Ze blijven daar lekker dansen, doekjes zwaaien. Echt super leuk om te zien. Philip is er ook weer bij trouwens. Philip die vertelde dat hij dit voor de eerste keer ziet. Omdat het is niet typisch Kreta, maar het is wel typisch Grieks. Er staat ook op het programma voor vanavond dat het een Griekse avond is. En een Griekse avond is dus heel erg anders dan een Kreta-avond, als ik dat zo kan zeggen. Anyways, we pakken een bord en dan gaan we lekker hier bij het buffet even langs een paar plekjes waar we wat lekker eten gaan halen. Dat gaan we doen. Meestal bij zo'n super uitgebreid buffet zoals dit, dan sla ik het voorgerecht over. Ook al moet ik zeggen dat als ik dan iets zou pakken, dan zou het hier zijn. Oh, kijk dan hoe die salade eruit ziet. En dan heb ik het over deze salade. Het enige wat ik dan niet zo lekker vind is de paprika. Maar goed, aangezien het buffet zo mega groot is, gaan we gewoon voor alle hoofdgerechten. Even kijken wat de boys en wat Myron pakt. Oh, we mogen bij Thijs niet zien. Oké. En wat is Myron? Oh, je hebt Gidos. Met pita. Oh, Gidos met pita. Lekker hoor. Wat neem jij? Weet ik nog niet. Het bord is nog leeg. Ga je die lam niet proberen? Nee, ik ga eerst even koekeloeren. Wat heeft Noël? Beetje mayonaas. Wojo, ook Gidos? Beetje Gidos. Ze hebben ook gewoon ketchup, hè. Kijk hoe mooi. Kijk hoe mooi. Kijk dan, ketchup in de soepenkom. Nice. Wat hebben we nog meer? Wajo! Dit is de hemel van Thijs. Oh, dit is baklava. Wajo! Kijk dan hoeveel. Ik heb nog nooit zoveel baklava gezien. Oh my god. Dit moet Thijs zien. Oh, dit moet Thijs zien. Bro, ik heb de hemel voor jou gevonden. Ik zweer het je. Dit is geen grap. Ik heb voor jou de hemel gevonden. Oké. Okay. Ik ben zenuwachtig, man. Ja, wacht. Ik doe zo bij jou. Ja. Oké, en dan volg mij, ja? Ja. Ik kijk maar niet volgen, hè. Nee. Oké, dit gaat goed zo. Dit gaat goed zo. Oh nee. Is het wat ik... Nee. We staan er nu voor. Check. Begint het met een B. Oh joh, kijk dan. Bro, dit is niet normaal. Hou ermee rekening dat je vanavond misschien 2 kilo aankomt. Wow. Want dit is de hemel. Ik ga hier sowieso wel 4 minimaal van eten. Oh, ik ga heel weinig hoofdgerecht, heel veel toeten denk ik. Ik zou het hierbij laten dan. Ja, nee, serieus. Ik heb heb je ooit zo'n grote berg baklava gezien? Ja, ik heb een keer een kilo besteld. Iets meer dan dit. Ja, dit is wel lijp. Gewoon, die hele schaal. Nee. Ja, maar dit is zo ziek, dames en heren. Check ook hoe knijtersveel desserts je hebt. Dit is echt niet normaal. En dan hier natuurlijk ook gezonde dingen. Kiwi, ananas, meloen, abrikoos, ananas, appels, peren, druiven. Van alles. Er is voor iedereen wat. Als jullie het goed vinden, ga ik ook even wat opscheppen. En dan zal ik ook wel even laten zien wat ik allemaal op mijn bordje ga gooien. Dit is het geworden, dames en heren. Heel erg veel vlees. Maar straks misschien nog even iets anders. Maar laten we hier maar mee beginnen. Dames en heren, we zitten nog eventjes te chillen, na te genieten. We hebben even wat beelden bekeken van eerder vandaag van het duiken. Samen met Philippe ook. Was echt super chill. Vooral die aal. Zo super gaaf om te zien. Echt nice. Maar ik heb nog wat voor Philippe. Dat had ik hem beloofd. En ik ben blij dat ik mijn belofte kan nakomen. I hope you like purple. Purple. Because this, my friend. With knolpower. And it changes color. Hot water, cold water. From last year. Yes. Cool. Yes, sir. I will send you a picture tomorrow. Nice. Thank you so much. With or without the... Thank you. Oké, Philip is echt een baas, dames en heren. Ik had het al gezegd, als je ooit naar Kreta komt, dan zorg dat je bij Philip gaat duiken. Yeah. So the name of the diving company right now
is? Atlantis. Atlantis, dat is het, dames en heren. Nice. Serieus, ja, echt shout-out naar deze guy. Ja, zo'n goede vibes. Oprecht, als ik mag aanvullen. Ik ben wel iemand, ik was gestrest om te duiken. En ik moet zeggen, als je met Filip gaat duiken, als je wilt duiken en je hebt stress om te duiken, Filip laat je zo relaxed voelen. Dus ja. Echt een aanrader. Als je wilt duiken, maar je denkt, ik durf niet of vind het eng. Met Filip echt geen stress onder water. Ik heb het zo fucking goed op mij. Dus echt shout-out naar Filip. Thank you, Filip. Thank you so much. Thank you. Dit is een mooie afsluiting van de dag, dames en heren. We gaan naar bedje toe. Ik ook even respect naar Myron. Die ging vanochtend alweer, voordat onze wekkers gingen, een workout doen voor KP Active. Dus shout-out naar Myron. Dus daarom ga ik nu ook met Myron terug naar de kamer. En dan gaan we lekker slapen. Tenminste, ik denk dat jij meteen in slaap valt. Ja. En dat ik nog heel even verdwaald raak op TikTok of Instagram. Of ik ga even mijn serie kijken, weet ik niet. Maar in ieder geval, morgen hebben we een chill dagje. We gaan morgen weg naar een ander hotel. Daar gaan we morgen meer over vertellen. Bedankt allemaal voor het kijken. Ik hoop dat jullie enorm hebben genoten. Vergeet niet even dat duimpje omhoog te doen. En wil je nou een vakantie boeken als wat wij hebben gedaan hier met het hele programma erbij deze week? Check even het linkje in de beschrijving. Je krijgt 5% korting als je mijn kortingscode gebruikt. Dus maak gebruik van als je het gaat boeken. Dat scheelt gewoon wat. Check jullie morgen. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace.